Ik vind dat de belastinggelden in Nederland heel erg slecht worden uitgegeven. Dat irriteer ik me heel erg aan. Alles wat de overheid bedenkt, werkt averechts. Dus heel veel ondernemers vertrekken nu ook naar het buitenland. Nou, die gaan dus ergens anders investeren. Dus dat is slecht voor Nederland. Dat is gewoon kortzichtig gedacht. Ja. Hetzelfde met de nieuwe regels van Hugo de Jonge. Hij zegt populistisch van we willen veel goedkope huizen gaan bouwen. Nou, de gemiddelde Nederland vindt het fantastisch. Ja, iedereen wil goedkope huizen. Maar het resultaat is dat er minder huizen komen. En de huizen die er komen worden duurder. Dus met andere woorden, ze willen dus beleggen het leven zuur maken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk profiteert de belegger daarvan omdat de schaarste wordt gecreëerd door de overheid. En dan wordt de belegger daar met de nek op aangekeken.